Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op woensdag 24 oktober. Het lijkt helder boven Nederland, maar dat komt omdat deze satellietfoto niet actueel is. Het is namelijk bewolkt in Nederland en er valt af en toe wat lichte regen of motregen. Met name in de noordelijke helft van het land is dat het geval. De temperatuur ligt rond de 13 à 14 graden vanochtend en vanmiddag wordt het zo'n 15 graden. Heel misschien dat in het zuidwesten van het land de zon eventjes doorbreekt, maar die kans is niet al te groot. De wind waait uit het noordwest. Is matig tot krachtig en zal in de loop van de dag iets afnemen. Ook vanavond wolkenvelden en zo af en toe wat lichte regen of motregen bij temperaturen rond de 14 graden. En morgen wordt het nauwelijks anders. Ook dan weer die wolkenvelden die vanaf de Noordzee binnenkomen drijven. De temperatuur ligt opnieuw rond de 14 graden en er waait een matige wind uit het westen of noordwesten. Vrijdag gaat het weerbeeld veranderen. Er komt onstabiele lucht onze kant op. Dat betekent dat de zon af en toe doorbreekt, maar dat er ook meer buien gaan vallen. In de loop van de dag is er ook kans op hagel en onweer. Smiddags dus wordt het zo'n 12 graden. En het weekeinde wordt nog frisser, met middagtemperaturen rond de 10 graden. Ook dan vallen er nog een aantal buien. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.